Wij staan hier op de kruising van de Zuidbuurt en de Blankenburgverbinding, waar wij de Hollandtunnel realiseren. En achter mij ziet u een blauwe constructie. En door die constructie voeren wij een groot deel van onze waterstromen. Waarom doen wij dat? Nou, onze ontgravingen willen wij vaak droog uitvoeren. Dus het water wat daarbij vrijkomt, dat voeren wij af. En verder gaan wij achter mij ook een nieuw stukje natuur maken, een moerasgebied. En dan gebruiken wij dus deze leidingen om onze grond te ontgraven en te verpompen met een heleboel water. De grond blijft dan achter in dat nieuw te vormen moeras, bezinkt daar. En het water wat overblijft, nou, dat gaat dan dus ook weer via het leidingstelsel terug naar diezelfde kuip. Het water wat overblijft, dus wat wij niet opnieuw gebruiken in het gebied, dat voeren wij af. Helemaal naar het scheur, dus het leidingwerk loopt ook door tot aan het scheur. En dat doen wij omdat het water een klein beetje brak is. En wij dat dus niet hier in het oppervlaktewater willen hebben, maar afvoeren naar het scheur, wat zelf ook al een beetje zout is. En daarmee dragen we ook bij aan een stukje polderbeheer in dit gebied.